Producten die je niet meer nodig hebt, opnieuw gebruiken om zo afval te voorkomen. Dat is circulariteit. Enorm belangrijk, ook hier in de Rotterdamse haven. Hier bij Reko Recycling recyclen ze terhoudend asfalt met behulp van thermisch reinigen. Vandaag kom ik erachter wat het precies is, waarom ze het doen en hoe het bijdraagt aan de circulaire economie. Hi David. Goedemiddag. Goedemiddag. We staan hier op jullie terrein van Reko. Klopt helemaal. Jullie zijn de grondleggers van het thermisch reinigen. Ja, klopt ook. Hoe is dat idee ontstaan? Dat is ontstaan in 2000. Toen was het verboden om teerhoudend asfalt nog her te gebruiken. Op dat moment hebben wij een installatie ontwikkeld die in 2006 is gebouwd. En later in 2018 hebben we deze installatie gebouwd, Reko 2 installatie genoemd. En wat houdt dat proces nou precies in? Teerhoudend asfalt is eigenlijk zand, grind en een vulmiddel wat bij elkaar is gebracht. En er zit een lijmstof zit daartussen. En vroeger was dat teer. En dat teer dat is heel milieu-onvriendelijk en dat willen we uit de keten verwijderen. En dat doen we dus middel van deze installatie, waarbij we het teer verbranden, dan het niet brandbare gedeelte, het zand en grind, overhouden en de warmte die daarbij vrijkomt, omzetten in elektriciteit of warmte voor onze buurman. Hoeveel asfalt ligt er nog wat gereinigd kan worden? Er ligt voor de komende 50 tot 100 jaar nog zeker overal teerhoudend asfalt wat allemaal gereinigd moet worden. En als we dat hier reinigen, dan komen er geen stortplaatsen in het buitenland of in Nederland. En maken we er hier zand en grind van. Dat zand en grind kunnen we dan prima gebruiken voor onze asfaltindustrie en onze betonindustrie. Zodat er geen nieuwe groevens in het buitenland gemaakt hoeven te worden. Hoe dragen jullie activiteiten nou bij in het streven naar een duurzamere samenleving? Dit is naar mijn mening duurzaamheid op een top. 100% circulair. Uit afvalstoffen maken we weer nieuwe producten en de energie die erin zit halen we er ook nog eens uit. 100% circulariteit. En hoe zien jullie de toekomst? Nou, de toekomst is eigenlijk vandaag al begonnen, want hier zijn we bezig met het bouwen van onze vergasser, waarbij wij uit afval gas gaan maken. Wat we dan kunnen gebruiken in het proces en dat is een besparing voor aardgas. Meer weten over circulaire projecten in de haven? Kijk dan op portofrotterdam.com/circulairehaven.